En een hele goede avond allemaal. Het is weer dinsdagavond en tijd voor deze keer in Conclave. Het programma From the Ancient World is definitief verhuisd naar de woensdag om 9 uur. En Patheo, zoals u die gewend bent op de dinsdag, is ook verhuisd naar de woensdag. En dat speelt zich dan af om 8 uur. En vanavond dus vanaf dinsdag, vanaf vandaag dus weer op dinsdag in Conclave. En dat komt dan weer wekelijks terug. Daarna krijg je weer Celtic Voices, zoals hij dat van ons gewend was. En zo kom je de avond wel door. Ik heb vanavond als gast Gert Brouwer. Goedenavond, Gert. Goedenavond, Jeroen. En iedereen die luistert natuurlijk. Ja. Nou, het is al een tijdje geleden dat we elkaar gesproken hebben. Je bent hier wel al eerder in de uitzending geweest. Maar we doen net of je voor het eerst bent hier. Wie is Gert Brouwer? Hallo allemaal. Dat is even geleden, ja. Vorige keer zaten we bij mij op kantoor, hè, met de opname, hè? Ja, klopt. Ja, zelfs nog een keer op locatie zelfs. Ook nog, ja, klopt, helemaal. Ja, ja, ja. Maar dat is intussen weer al een goed jaar geleden, denk ik. Of langer. Ja, ik denk het. Ik denk een jaar, anderhalf jaar geleden, denk ik. Ja. Nou, Gert, hoe is het voor jou al? Nou, vertel eens even iets voor jezelf, hoe je in dit wereldje gerold bent eigenlijk. Dat is niet van een slag op stoot gekomen natuurlijk. Nee, hoe ik eigenlijk in dit wereldje terecht ben gekomen is eigenlijk door niet zo leuke ervaringen, zeg maar. De dood van een goede vriendin in 1995, die vermoord was. En dat ik de dader zag. En in 2002... zag ik de dood van mijn moeder en daarop gevolgd ook nog kreeg ik beelden van Braziliaanse vriendin, dat was mijn destijds mijn ex dus natuurlijk, dat die verongelukte en het is allemaal uitgekomen en op een prettige manier dus kennis gemaakt van met hetgeen dat ik mijn zintuigen kan gebruiken. Ja, dat is allemaal erg heftig natuurlijk. Dat is, is dat op vrij jonge leeftijd begonnen in eerste instantie? Of is dat, Ja, ik dacht, op heel jonge leeftijd zei ik dingen die mensen niet snapten, zeg maar, die niet konden plaatsen. En ja. Zelf had ik zoiets van, ja, snapten de mensen het dan niet? Want ik vertelde momentopnames die kort daarna of in de toekomst gebeurde. Mm-hmm. En ja, ik had altijd zoiets van, rondom mij zijn de mensen nu dom dat ze het niet snappen of zien ze dat niet? Ja, niemand begreep mij eigenlijk. Ja, bekend fenomeen eigenlijk. Dus gewoon het feit dat jij dat al vanaf je geboorte bij je hebt, zal ik maar zeggen, bij wijze van spreken, dan ga je er ook vanuit dat iedereen dat heeft. Dat is heel herkenbaar, ik heb dat zelf ook namelijk. Ik dacht ook dat ik alles wat ik kon of zag of deed, dat de normaalste zaak van de wereld was. Totdat je op een gegeven moment ontdekt dat dat niet helemaal zo is. En hoe ben jij daarmee omgegaan? Hoe ik daarmee omgegaan ben gegaan? Ja, dat was voor mij ontzettend moeilijk, omdat ik dus dan natuurlijk heel gevoelig was. Mm-hmm. Ja, en ja, op een gegeven moment ben ik... is een medium tegen mij duidelijk geweest van, hey Gert, hier moet je iets mee doen. Want je loopt continu met problemen rond zelf. Hè? En ja, op een gegeven moment ben ik er daar zelf ingestapt. Zo van, oké, ik ga er nu in staan en ik ga ontdekken wat het is. Mm-hmm. Ja, dat is ook flink uit de hand gelopen, zeg maar. Ik heb een opleiding parapsychologie gedaan. Ik werk als profiler. Ik heb het heel erg uitgebreid, hè? Ik doe ook heel veel onderzoek. Ik werk heel veel samen met Amerikanen, Canadezen, Belgen. Zeg maar overal. Mensen met heel veel kennis, daar werk ik ook samen mee. Om het paranormale in een goed daglicht te zetten, zeg maar. En ja, en realistisch te zijn. Hè? Ja. Jij moet wel per se bewijs hebben. Jij gaat niet op geruchten af of wat dan ook. Dan ga jij daarna gewoon mee aan de slag. Ja, voor mij is het altijd goed om onderzoek te doen naar een paranormaal fenomeen. Hè, als het verhaal is, dan zal ik het altijd onderzoeken met mijn zintuigen, met apparatuur, met kennis van anderen, hè, die meekijken. Mm-hmm. Dan zullen we proberen hetgeen te debunken, zeg maar. De debunken betekent eigenlijk van kijken
dat we het kunnen neutraliseren, dat het gewoon iets normaals is wat in het dagelijks leven eigenlijk gebeurt. Ja, je wilt het dus eigenlijk omdraaien naar iets verklaarbaars. Ja, het niet alles paranormaal is. Hè? Want mensen zeggen van, nou, dat is paranormaal, want het is ook trendy. Hè? Dan gebruiken ze dat eigenlijk gewoon als de oplossing, zeg maar. En vaak is het gewoon niet de oplossing. Nou ja, oplossing en excuus en zo, weet je wel. Ja. Is dat, ja, maar even kijken hoor, paranormaal bestaat, ja, natuurlijk bestaat het, maar paranormaal, vind jij jezelf paranormaal? Want ik vind mezelf bijvoorbeeld maar heel gewoon. Terwijl een ander zou zeggen van ja, dat is paranormaal natuurlijk. Ja, paranormaal is maar een woord, hè. Van, ja, maar wordt het niet erg misbruikt, het woord paranormaal? Ja, het woord wordt heel erg misbruikt, zeg maar. Mensen weten ook heel vaak niet wat het inhoudt. Hè? Van, mensen gaan ervan uit dat je dingen ziet en allemaal en zo. En er zijn zoveel andere dingen, hè, die paranormaal zijn. Dingen die je niet kunt verklaren dat die gebeuren, ja, zeg maar. Ja, oké, maar dan kun je dan zeggen dat het is paranormaal, omdat het niet verklaarbaar is. Van de andere kant, er zijn heel veel dingen paranormaal of niet verklaarbaar en dus eigenlijk normaal. Ja, het is niet zo ongewoon dat je iets niet kan verklaren natuurlijk. Denk ja, kijk, heel veel mensen hebben gewoon psychische problemen en dat is niks paranormaals aan. Nee. Ze moeten gewoon naar een psycholoog of psychiater, dat is gewoon heel makkelijk. Maar ze zeggen dat ze problemen hebben, dat ze dingen zien. Een voorbeeldje kan ik ook noemen van... Ja? Als je heel veel magnetische straling hebt, hè, van bijvoorbeeld je gaat de hele tijd, zeg maar, zitten bij een meterkast, hè, die straalt heel veel hè, straling, sommige. Dus ja, als je daar een hele tijd zou blijven zitten, dan zou je vermoeid kunnen raken of je zou zelfs waanbeelden kunnen krijgen, hè, en dan ga je dingen vanzelf zien. Omdat je continu in de straling zit. En dat is niks paranormaals natuurlijk. Dat komt gewoon door de straling. Ja, maar dat zijn dus eigenlijk je hersens die naar aanleiding van die magnetisme met jou op de loop gaan. Ja, klopt. Dat is hetzelfde, is datzelfde effect als dat je iemand opsluit in de witte ruimte. Dat is die Marton-methode natuurlijk. Die op een gegeven moment zo gaat hallucineren dat hij denkt dat hij een hele wereld voor zichzelf kweekt in die witte ruimte. En dat ook werkelijk beleeft. Ja, ik denk dat dat weer te maken heeft met de geestelijke gesteldheid van de persoon. De ene zal daar in meegaan, de andere niet natuurlijk. Nou ja, het schijnt dat ze dat met die reden bijvoorbeeld toch gevangenen gek proberen te maken door ze te breken, doordat eigenlijk in een isoleercel zitten. Maar volgens hun beleving maken ze ineens van alles mee. Terwijl er niemand is. Dat kan, maar ik blijf zeggen, dat heeft ook met de state of mind te maken. Hè? Hoe sterk ben je? Nou ja, inderdaad. Maar even, als jij zo van die dingen ziet van tevoren, hè? Of merk jij, zie jij echt dingen aankomen? Of zie jij van, verrek, dat heb ik gezien? Ik zie... Of klaar jij achteraf? Ik kan... Ja, maar beide kan ik, zeg maar. Soms... zie ik dingen ook gebeuren. Of ik kan ook terugkijken. Het kan allebei. Mm-hmm. Hè? Het is niet van dat ieder persoon... Iedereen die dingen kan aanvoelen, zien of wat dan ook... Altijd alles ziet, natuurlijk. Hè? Ja. Het is voor mij gewoon een waarneming... En ja, dat kan terug zijn, hè? Het ligt net in wat voor situatie je begeeft, zeg maar. Ja, even kijken hoor. Als jij neemt mensen ook in behandeling als ze dingen waarnemen? Of is dat een... Wat is jouw stappen? Of wanneer kom je op het punt dat je in actie komt, in feite? Je bedoelt qua onderzoek? Ja. Dat komt in een fase als mensen, zeg maar, eigenlijk dingen kunnen verklaren, hè, ja, die niet
psychisch te verklaren zijn. Dus als, ik ga op onderzoek uit echt ter plaatse. Als er onverklaarbare paranormale fenomenen zijn. Mm-hmm. Dus heel regelmatig merk ik al in een intake, bijvoorbeeld met mensen, dat ze gewoon psychische problemen hebben. Na heel veel onderzoek doen, ga je dat herkennen, hè, die structuur. En dan heb je ook gewoon zoiets van, ja, ik ga niet continu bij mensen langs thuis, maar dan hoor je hun verhalen aan. En heel vaak hoor je, kun je uit die structuren al halen van, dat ze psychische problemen hebben. Mocht het niet psychisch zijn, dan ga ik er echt over nadenken van, hé, ik moet ter plaatse gaan. Hè? We moeten echt onderzoek gaan doen. Ja. Jij doet dat ook internationaal, heb ik begrepen. Dus is dat een feit dat jij dan opgeroepen wordt daarvoor? Of heb je heel veel contacten met mensen wereldwijd? Hoe kom jij in je project in principe? Kijk, wij werken voor in Nederland bijvoorbeeld, komen wij aan onze projecten door een overheidsinstelling waar wij voor werken, hè, ja. Met samenwerken. Mm-hmm. Wereldwijd praat ik ook heel vaak met mensen over paranormale fenomenen. Hè. Discussiëren wij van andere zaken die daar gebeuren. Hebben wij gewoon om de zoveel tijd met een aantal mensen, praten wij dat van, hey, hoe ervaren jullie dat? Of hoe zien jullie dat? Hè? Ja. Of in Nederland, in Europa komen we vaak ook met Amerikanen, komen hier samen met ons, Engelsen, allerlei mensen. En daar praten we ook wel eens. En of, ja, we doen het gewoon via Skype met een aantal mensen. Alles bespreken eigenlijk, zeg maar. Ja, en ja. Hoe ik aan de contacten kom, ja, dat komt op een gegeven moment door je naam, hè. Door... Ja, ja, je bouwt ook een soort reputatie op natuurlijk. Ja. De overheid. Heeft de overheid wat dat betreft dan bepaalde problemen of zo, dat ze bij jou komen? Of heb jij zelf, vraag jij zelf dingen aan objecten waar je onderzoek zou willen doen? Of is het altijd naar aanleiding van iets wat ze zelf aangeven? Nee, ik ben begonnen in een aantal jaren geleden terug in Zeeland, een project voor hun. Mm-hmm. En ja, daar was ik zelf op uit eigenlijk. En ik heb toestemming gevraagd en dat heb ik gekregen. En daarna is het eigenlijk een beetje uitgegroeid, zeg maar, door positieve resultaten. Dus we hadden een ander gebouw in ons gedachten. Ja. En we hebben daar toestemming voor gevraagd. En sindsdien hebben we eigenlijk wel een goede band met elkaar. En zo gaan we langzaam een aantal gebouwen van hun af. Gewoon zoeken, zeg maar. Maar gaan ze daarin mee omdat ze bepaalde problemen ervaren binnen die gebouwen of rond die gebouwen? Of zijn ze gewoon benieuwd? Zij zijn echt zeer benieuwd wat het afspeelt, omdat het historische gebouwen zijn. Hè? Wij willen wel eens weten van, hé, wat gebeurt daar? Want we zijn ook in een gebouw geweest van waar een aantal claims waren, zeg maar, hè? Paranormale fenomenen, ja. Wat gebeurt. Een paar voorbeeldjes waren van, er waren een paar schoonmakers bezig en die hadden een koude verschijning gezien, die rennen als een gek weg. Er was een elektricien bezig en die had zijn kruiwagen met spullen voor in de ingang gezet. En opeens was zijn kruiwagen weg en die stond helemaal achteraan. En hij was helemaal alleen in het gebouw. Die is lijkwit weggerend naar de baas. En die heeft gewoon gezegd van, ik ga daar nooit meer terug. He, Ja. Van, hé, wat gebeurt daarna? Er gebeuren hele gekke dingen en dan kijken we terug in de geschiedenis, en dan horen we nog andere verhalen die daar gebeurd zijn. Dus dat politie in dat gebouw op de alarm reageerde, ze gingen kijken en ze hoorden geluiden en er is helemaal niemand. Oké. Ook niet door een of ander dier veroorzaakt of zo, of een vleermuis of zo, dat is... Er is totaal niemand aanwezig. Nee.
Goed. Ik zie dat jij verschillende soorten werkzaamheden doet. Dat combineer je met elkaar of is dat. Ja, ik combineer eigenlijk alles met elkaar. Want als profiler kun je bijvoorbeeld al, als je mensen ziet, kun je aan hun lichaamstaal al heel veel informatie verkrijgen. Hè? Ja. Dan kun je op een cold reading manier, hè, zonder je zintuig te gebruiken, al heel wat informatie eruit halen. En daarna kun je nog je talent gebruiken met je zintuigen om de mensen, zeg maar, te lezen. En ja, die combinatie samen, dat werkt perfect. Ja, dat cold reader, dat is gewoon, dus dat is eigenlijk allemaal gebaseerd op lichaamstaal. Wat je dus werkelijk ziet. Dat is eigenlijk een vorm van, hoe laat ik het noemen? Dat is niet echt paranormaal, dat kun je leren trouwens. Nee, dat kun je leren en sommige mensen zijn daar heel rap in. Handig, dus ja, het is een manier om snel informatie met elkaar eigenlijk. In combinatie met mijn opleiding en psychologie en parapsychologie, ja, dan kom je al een heel eind. En dan kun je ook heel veel conclusies met trekken. Ja. Is dat een studierichting trouwens, parapsychologie? Kan je dat ergens in Nederland? Ja, je hebt verschillende plekken kun je die opleiding volgen. Kijk, je kunt zelfs een avondopleiding doen. En in Utrecht heb je ook een school die dat geeft, zeg maar. Oké. Okay. Even kijken. Jij werkt met meerdere mensen. Is die heb je in opleiding of zijn dat mensen vrijwilligers of zijn dat. Uit ons team Paranormal Society World zijn het eigenlijk vrijwilligers. Mensen, sommigen hebben ervaringen. Net als van. We hebben ook voor mij drie vrij bekende, heel bekende. Zitten. We hebben bijvoorbeeld Morgan Knudsen, die is van het programma A Hunting. Ja. We hebben Jimmy Morris, die is van National Geographic. Mm-hmm. En we hebben ook een expert, Grayson Smith, erin zitten. Die doet de technische kant tegenwoordig voor ons. En ja, die maakt gewoon apparaten voor ons. Okay. En ja, daarnaast hebben wij heel veel Nederlanders, Belgen en iemand uit Indonesië in ons team zitten. Gewoon verschillende mensen met verschillende talenten die ons team vormen, die onderzoek doen op technische, psychische en paranormale wijze. Ja, even kijken hoor. Jij wilde wat dieper ingaan op het onderzoeken ook en dergelijke, hè? Ja, ja. Kun je dat wat meer. Hoe pak je zo'n object aan eigenlijk? Wat doe je daar? Wat wij eigenlijk doen, hè, bijvoorbeeld, waarschijnlijk zul jij ook straks wel de link van een van onze documentaires online zetten. Mm-hmm. Dat is bijvoorbeeld een historisch onderzoek. Dus wij gaan op zoek. Maar kunnen wij bewijzen dat er na het leven, na de dood, doorgaat misschien wel in de historie. Dus wij kwamen bijvoorbeeld in Fort KM, waar wij ook opnames hebben gedaan samen. Mm-hmm. En daar doen we historisch onderzoek. Dus dan begint de eerste ronde, begint de medium alles te vertellen. Hè? Van, die probeert zoveel mogelijk waarnemingen te doen. Gewoon wat hij ziet, dat vertelt hij. Hij gaat er niet diep op in, maar die vertelt dat. Daarna gaan we zeg maar het gebouw technisch onderzoeken. Dus hebben we invloeden van de wind, hoe is de lichtinval, wat nog meer, waar zijn stroompunten, er worden basismetingen gedaan op straling en zo, dat soort dingen. En daarna komt het grote onderzoek. Dus ja, het grote onderzoek houdt in van, hé, wat hebben we technisch en door het medium gevonden? Hè? Daar gaan we verder op inwerken, zeg maar. Door apparatuur te gebruiken, door nog een ander medium in te zetten, en te observeren, kijken wat er allemaal te vinden is. Dus
En wat is er te vinden? Ja, bijvoorbeeld beeldmaterialen. Van, kun je maken, hè, gewoon door te filmen. Kijken of daar misschien een geest in loopt. Wat je ook kunt doen, dat is EVP's maken, electronic voice phenomena. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk, kun je daar geluiden waarnemen die de menselijke oor eigenlijk niet hoort. Ja. Als je het dan terug afspeelt, dan is het als het ware van, hé, dan hoor je bijvoorbeeld, van vragen wij, is er iemand? Dan zou ze kunnen antwoorden met hallo. Dan hoor je op band eigenlijk terug hallo. Maar onze oren hebben het dan op dat moment niet waargenomen. Nee, oké. Maar dat hoeft niet per se binnen te zijn, dat kan ook buiten, dat kan overal. Ja, dat kan overal. Hè? Want ik ben, dat in de Biesbos geweest. In dat Biesenmuseum, dat is op zo'n eilandje. En op een gegeven moment hoor je gewoon allemaal stemmen. En ik zou zweren dat de mensen zijn die daar gewerkt hebben. Die hoor je gewoon smoezen tussen die biezen, zal ik maar zeggen. En ja, andere mensen hoorden dat ook, terwijl er niks te zien was. Nee, dat kan. Dus dan lijkt het net of die mensen erachter gebleven zijn op een of andere manier. Of ja, ik weet niet. Het was echt heel duidelijk of er een paar mensen die aan het werk waren, met elkaar aan het smoezen waren, zal ik maar zeggen. Dus dat is, maar dat gaat, wat doe je daar met die gegevens? Want je bent met het KM bezig geweest. Heb je daar overigens nog vreemde dingen ontdekt en opgelost? Ja, of? We hebben daar ontdekt eigenlijk van, we hadden een contact met een soldaat. Mm-hmm. Die heette Johan. En die hebben we in andere gebouwen eigenlijk, is die ons gevolgd. Want hij was gestationeerd ergens anders. Maar hij heeft dus verschillende forten bezocht. Oké. Okay. Even later weer tegen en dan vertelde hij zijn verhaal verder. Dus hij heeft eigenlijk zijn levensverhaal in verschillende gebouwen tegen ons verteld. En degene die het gebouw beheert is dat uit gaan zoeken. En hij zei van, het klopt allemaal. En wij hadden ook zijn stem vastgelegd, zeg maar. Mm-hmm. Dus dat is wel... En wat doe je dan met die gegevens? Of met jouw opdrachtgever? Doe je daar nog iets mee? Of is dat een of wordt dat een soort story die bij dat fort gaat horen, bij wijze van spreken? Dat, wordt de geschiedenis uitgebreid met die gegevens? Of? Dat is niet per se met dit geval. Wij hadden gewoon zoiets van... wij willen gewoon eens kijken van, kunnen wij de historie bloot? Van een gebouw. Dat is ons aardig gelukt, want er komt ook nog een vervolg. We hebben nog materiaal liggen van Port KM. Oké. Okay. Ja, eigenlijk had dit historie vertellen. En ja, we hebben ook een ondergebouw onderzocht. Daar gaan we waarschijnlijk, dat is jaar geleden, gaan we terug. En daar hebben wij een stuk geschiedenis bevestigd. Oké. Okay. Ik kan helaas niet zeggen wat, maar ja, daar hadden wij de stem van iemand vastgelegd. En ja, die hebben wij teruggekoppeld en ja, er werd gevraagd hier heel voorzichtig mee om te gaan. Want ja, het kan soms zijn van dat je de geschiedenis echt ermee kan beïnvloeden. Ja, dus, ja. Dus dan heeft het soms ook discretie en soms zijn we ook bij mensen thuis. Ja, dat is ook een stukje discretie. We kunnen zomaar niet, als wij iemand vastleggen die dierbaar is van hun, naar buiten brengen, zeg maar. Nee, dat lijkt me duidelijk. Ja, ik denk dat je dan toch wel eens een keer voor problemen komt te staan. Of dat er dingen naar voren komen of naar buiten komen. Waarvan je denkt van, ja, dat is nou niet precies de bedoeling. Of, nee. Ik kan me voorstellen dat je vooral in persoonlijke sferen, binnen gezinnen of binnen families of zoiets, dat daar dingen naar boven komen die niet door iedereen even gewaardeerd worden. Nee, dat klopt. Wij gaan heel voorzichtig te werk met die mensen in ieder geval. Wij screenen de mensen van tevoren en we interviewen ze. Dus dat we goed weten in wat voor staat de mensen zijn. Mm-hmm. Dat we gaan onderzoeken. En ja, in het onderzoek zijn we ook heel voorzichtig. He, want ja, de emotie van de,
van de mensen die daar wonen, die zit er ook in. En daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. We kunnen niet in het wild roepen van, ja, wij zien dit of dat. Want mensen gaan in hun hoofd dingen creëren hoe het in elkaar zit. Dus bijvoorbeeld als je zegt van, je hebt mensen hè, die rondlopen van, ja, daar zit een demon. Ja, een demon is in mensen er hoofd, is dat heel wat. Ja. Voor ons, als wij dat onderzoeken, dan kan, zou het ook kunnen zijn dat het een persoon met emotie is, hè, een entiteit. Dan is het geen demon. Ja, als je praat met die entiteit over zijn emotie, kan het zijn dat die emotie wegvalt. En als de mensen dan weer voelen, is het weer anders. Kijk, het is heel, heel, ook in het dagelijks leven is het gewoon normaal, bijvoorbeeld. Als je op iemand boos bent, dan is het een hele andere ervaring dan als je gewoon iemand tegenkomt die blij is. Dus de toenadering is veel makkelijker. Ja. Als het soft is, dan, hè, dan dat het een zware lading is. Maar ja. Mensen moeten niet zomaar dingen gaan roepen als er geen kennis van is. Want ze roepen met regelmaat dingen die er eigenlijk niet zijn. Ja. Maar hoe prik jij dat door? Want bedoel, jij zegt, ze zijn er niet. En als zij nou blijven beweren dat het wel zo is, dat is natuurlijk, ja, is dat voor jou waarneembaar? Kun je dat dan die mensen toch duidelijk maken dat ze, hoe dat dan wel in elkaar zit? Ja, kijk, ik ga dan, mocht er bijvoorbeeld psychische problemen zijn met de persoon, dan zal ik dat, we doen dan metingen, verschillende mediums zullen ook waarnemen, maar we doen ook technisch onderzoek. Kunnen we niks vinden, is het psychisch, dan zullen we heel duidelijk zijn. Hè? We zullen heel duidelijk overbrengen naar de mensen wat er aan de hand is. En ja, willen ze het niet geloven, kijk, dan hebben we gewoon een probleem. En ja, we hebben één keer gehad van dat we, ja, dat we toch in moesten grijpen door, de huisarts in te lichten. Gewoon van, hè, vertrouwend, en die zou dan contact met die mevrouw. Ja, op een gegeven moment is die mevrouw opgeroepen en die dan toch psychische hulp aangeboden. En op een gegeven moment werd ze gedwongen. Ja, dat is niet leuk, maar ja, wij moeten ook de mensen beschermen, zeg maar. Ja, ja, ja. Even kijken hoor, van je hebt nog een tweede deel, gaat nog een tweede deel van dat van het KM doen. Of dat heb je al gedaan en daar komt nog materiaal van uit, of dat daar mee verder gaan nog? Ja, daar komt nog materiaal van uit, maar dat ligt even voorlopig stil, omdat we eerst een andere documentaire moeten uitbrengen. Hè? Mm-hmm. Want, ondanks hebben wij met een aantal mensen in Nederland ergens in een gebouw gekomen die eigenlijk niet meer toegankelijk is voor mensen. Mm-hmm. Een keer maken ze voor ons uitzondering en wij hebben daar 3 dagen verbleven. En eigenlijk was dat heel bijzonder en we hebben heel verschillende dingen meegemaakt. En die documentaire komt met de tijd gewoon uit en die gaat naar Amerika en Canada. We zullen die uitzenden. Die hebben ons ook gevraagd om dat te doen. Want het is eigenlijk vanuit het programma Teaching the Living, mm-hmm. is die documentaire opgenomen door met 8 mensen. Die leefden zeg maar 3 dagen in een gebouw. Ja. Daar wordt alle wel en wee dat ze meemaken, wordt gefilmd. Ja, ja, ja. Gewoon van hoe reageren ze. Hè? Van, we proberen ook dan de verhalen gelijk in lijn te brengen. Van, hé, waarom gebeurt dat? Hè? Ja. We proberen ook de geschiedenis te snappen en allerlei dat soort dingen. Ja. Kijk, ik kan ook even uitleggen wat Teaching the Living is eigenlijk. Ja. Ja, het geschreven programma door Morgan Knudsen uit Canada, uit Edmonton, dat eigenlijk probeert te vertellen
van, hé, mensen, we proberen gewoon alles eerst vanuit een psychische oogpunt te benaderen, zeg maar. Ik ben eigenlijk de enige in Europa dat programma doet in Nederland en in België en zo. En ja, zij doet dat in Amerika met nog enkele andere mensen. Dus wij dragen dit programma echt heel erg uit om gewoon mensen bewust te maken. Ja. Even kijken. Als jij daarop houdt, ben je daar fulltime mee bezig met dit soort dingen? Is dat, heb je meer projecten momenteel op Telstra of is dat? Op het moment zijn we heel veel materiaal aan het uitzoeken, zeg maar. Mm-hmm. We zijn eigenlijk projecten aan het afsluiten en aan het nakijken. We hebben alweer een 20-tal projecten benaderd, kijken dat we toestemming krijgen om daar onderzoek te doen. Hè? Ook een aantal oude projecten die we jaren geleden hebben gedaan, die we nog eens na willen kijken. Om te kijken van, ja, hé, hey, er zijn genoeg gebouwen die iets kunnen vertellen of mensen thuis die hulp hebben, zeg maar. Dus we lopen wel projecten, maar dat is qua afwerking nu. Mm-hmm. Ja, we zijn nu op zoek naar nieuwe projecten, zeg maar. Ja, oké. Okay. Hey, kun je eens een paar nieuwe dingen vertellen die echt voor jullie heel duidelijk waren en dingen waren eigenlijk bijna ongelooflijk, ook voor jullie zelf. Gewoon een lijn van zo'n verloop van zo'n project. Wat je daar tegenkwam, wat je daar doet. Een heel mooi punt was van, dat was in rond een project waar we meerdere gebouwen op één terrein hadden. Ik liep daar rond en ik ging ondergronds en op het moment zag ik een jongen schuilen tegen een muur. En ik vertelde dat ook hè, op camera en op een gegeven moment vroeg ik aan een van mijn onderzoekers om een foto te maken. Hè? Ja. En op een gegeven moment zagen gewoon echt die entiteit ook hetgeen wat ik vertelde, dat kind, die jongen, gewoon echt tegen de muur aan staan. Oké. Okay. Dus dat is dan een foto die je bijna nooit maakt. Kijk, laat ik zeggen van mensen maken ook vaak een foto van, oh, ik zie een orb. Snap je? Ja, ja. Ja, en het ligt heel gevoelig, maar uit onderzoek, hè, ook met internationale mensen, komen we vaak tot de conclusie dat een orb gewoon bijvoorbeeld stof is en of een insect, hè, door de camera wordt waargenomen. En ja, dan krijg je een, mensen denken energiebal, maar ja, het is gewoon niet zo. Nee. Dus die foto was gewoon heel erg uniek. Hè? Gewoon, je ziet gewoon het gezicht, hè? En wij noemen dat een full aberration, zeg maar een volledige entiteit die gewoon zich laat fotograferen. Kijk, waar we eigenlijk ook meer hadden van, hey, in datzelfde gebouw op dat terrein hoorden wij continu verschuiven van tafels en stoelen. En ja, wij hadden dat overgebracht op de eigenaar en die zei achteraf toen ook van, ja, ik durfde het eigenlijk niet te zeggen. Er zijn meerdere mensen die hier werken en die horen dat, die horen stemmen, die horen het verschuiven van tafels en stoelen en we gaan kijken en er is helemaal niemand. Dus dat was voor ons ook wel heel bijzonder om te horen. Ja, want het gebeurt gewoon niet zo vaak, hè, dat je echt gewoon iets hoort schuiven. Dat is gewoon heel bijzonder, joh. Ja.
Je hoort het wel meer, dat mensen in huis dingen horen, of dat dingen gewoon ineens bewegen, dat dingen ineens verplaatst zijn. Is dat ook, heeft dat ook met dingen te maken, of is dat soms verwardheid of angst van mensen? Want dat kan ook natuurlijk, van als jij nog maar een kraak in het plafond hoort, dat je denkt dat iemand loopt en zo. Kom je dat soort dingen vrij veel tegen, of is dat... Hoe zit dat? Zijn, mensen die, zijn er veel mensen die naar jou toe komen gewoon met vragen? Gewoon van, en behandel je dat als praktijk, zal ik maar zeggen? Kunnen mensen bij jou terecht? Ja, mensen kunnen met die vragen altijd aan mij terecht. Ik heb ook een praktijk, schooladvies. Mm-hmm. Ik geef daar gewoon op het gehele gebied advies in. Hè? Mensen kunnen afspraak maken. Mm-hmm. En daarbuiten... gebruik ik mijn team daar ook voor natuurlijk. He, er gebeurt het vaak, ja, het gebeurt met regelmaat. He, want laten we ook zeggen, van, er zijn mensen die willen horen wat ze willen horen. Maar er zijn ook echt momenten dat er wel geluiden en stemmen gehoord worden. Oké. Okay. Dat is gewoon echt zo. Dat kan een situatie zijn door een entiteit die... ja, positief is en negatief natuurlijk. Hè? Maar je hebt ook poltergeist activiteiten, hè? Van dat je geluiden en je spullen worden geplaatst en dingen verschuiven. Ja, het is gewoon mogelijk. Maar komen poltergeist activiteiten vaak voor? Nee, dat is heel sporadisch, zeg maar. Ja. Zullen we het even uitgaan met een muziekje dan? Voor een paar minuten, dan komen we zo terug. Ja? Ja. Ja. Oké. Okay. I saw it written and I saw it say. Ja, dan zijn we dan weer terug. Welkom terug, Gert. En de luisteraars ook weer. Wat je hoorde was trouwens Pink Moon van Nick Cave. Nee, Nick Drake, sorry. En dat is al een heel oud nummer. Ja. Gert, zou jij mensen wat meer uit kunnen leggen, wat ze eventueel zelf waar kunnen nemen, wat ze zelf kunnen onderzoeken, wat ze zelf, waar ze eigenlijk het kaf van het koren zelf leren scheiden? Is daar mm-hmm. een, ik neem aan dat jij een hele gala of scala hebt van methodes, waar men, ja, dingen die jij doet en behandelt? Ja, wat heel makkelijk is van, mochten mensen geluiden waarnemen of stemmen, kunnen ze altijd, als ze het niet fijn vinden, hè, dat doe je op in het gewone leven ook, gewoon vragen dat
hetgeen wat er is, dat het weggaat, hè, in het begin. Hè, mm-hmm. Van, het kan ook een beetje zwaar overkomen, dan moet je het met meer power doen natuurlijk. Ja. Wat ook belangrijk is, is mocht je last hebben van entiteit, hè, dat je dat gevoel hebt, dat je de tijdstippen opschrijft, hè, van wanneer je last hebt. Want voor een onderzoeksteam is het nou natuurlijk goed om zo gedetailleerd mogelijk informatie te hebben. En wat je zelf ook kan doen, is natuurlijk bijvoorbeeld de historie van je huis onderzoeken. Misschien is er iemand overleden in het huis en dan kun je die misschien helpen. Hè? Dan weet je ook meer wat er gebeurd is en dan kun je het doen. Maar voor al de informatie noteren, hè, een soort van dagboek maken, dat is altijd goed. Hè? En mocht je ook het gevoel hebben van dat je overgenomen wordt, neem dan afstand ervan. Hè? Ga niet dan in contact. Haal dan echt gewoon iemand erbij die er verstand van heeft. En bij overname, hè, heb je iemand naast je, doe gewoon een klets koud water in iemands gezicht en die komt gewoon weer bij. Snap je? Ja, ja, ja. Je hebt gewoon een soort van afleiding. Maar vooral denk niet dat je met wierook iets wegjaagt. Dat is meer voor de restenergie. Ja, ja. Ja, het is niet zo dat jij denkt van nou, ik ga eens even met een blok, tenminste een bosje salie rond en dan is het probleem opgelost. Nee, ik zeg ook altijd tegen mensen die bij mij op cursus komen bijvoorbeeld van, zou jij, als ik een aantal stokjes salie onder je neus hou, zou je dan ook wegblijven? Nee, zeggen ze. Ik zeg, dat is de conclusie makkelijk. Kijk, je wordt alleen maar geïrriteerd, hè? Een entiteit zou dan nog meer aanwezig kunnen zijn. Dus het verjaagt niks, zeg maar. Jij zegt dus dat, dat het nog wel eens tegen draad kan werken dan? Ja, 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 ja. Ook, Jeroen, we hebben onderzoek gedaan met, en dat ligt heel gevoelig, hè, van de kerken die zegeningen doen in huizen. Vaak werkt dat ook negatief, hè? Ja. Ja, dat je de godsdienst er tegen gebruikt, dan worden ze meestal agressiever dan dat ze eigenlijk rustiger worden. Ja. Of dat ze weggaan. Ja. Komt het eigenlijk dingen voor dat er entiteiten achterblijven? En zelfs van overleden, ik ben er wel bekend mee, ik heb wel van verschillende mensen gehoord, maar ik heb zelfs van mensen gehoord, en dat voel je dan zelf in die ruimte ook, dat er een entiteit achterblijft van iemand die nog leeft, nota bene. Dus dat er bijvoorbeeld in een bepaalde hoek van de kamer bijvoorbeeld heel de energie gewoon heel erg zwaar aanvoelt, dat het gewoon altijd bedrukt is als je daar komt. Dat kan, dat kan een, eigenlijk een factor zijn van dat er iets tragisch is gebeurd, of het kan ook gewoon zijn van dat ze iets willen vertellen en degene luistert niet naar hen. Dus niet iedereen kan communiceren met hen, dus dan worden ze boos. Dus er zijn verschillende manieren eigenlijk mogelijk dat je zoiets in huis zou kunnen voelen. Ja, maar bijvoorbeeld iemand die nog wel leeft, hè? Dus die is gewoon vertrokken, na een scheiding of zo, of wat dan ook allemaal. En dan iemand die kan natuurlijk zelf bevooroordeeld zijn, natuurlijk, als degene die weggegaan is. Dat je die nog steeds voelt in die hoek of zo, omdat iemand daar bijvoorbeeld altijd zat. Maar het wordt wel anders op het moment dat als er iemand binnenkomt en die voelt gewoon dat er in die hoek van die kamer iets niet klopt. Ja, de persoon die in dat huis blijft, hè, die vrouw, man die scheidt, die moet gewoon haar state of mind anders gaan zetten. Hè, dus anders gaan denken. Ja. Iemand dat waar zou kunnen nemen, dan denk ik ook heel erg, degene die daar nog woont, dat die de situatie daar beïnvloedt. Dat hij dus eigenlijk de situatie in stand houdt. Ja, en dat dus degene die daar is, die daar komt en dat ook voelt, zonder dat er iets gezegd is, eigenlijk beïnvloed wordt degene die er nog wel is, in plaats van degene die er niet is.
Ja, klopt. Ja, dat kan natuurlijk ook. Want het is net zo. Ja, natuurlijk, als je mekaars gevoelens of mekaars gedachten overneemt, want dat is ook heel dikwijls natuurlijk met mensen die nauw aan elkaar verbonden zijn, dan werkt het eigenlijk meer of meer zo. Dus je voelt eigenlijk niet de energie in die kamer, maar je voelt de energie die geproduceerd wordt door, of eigenlijk de affectie tegen degene die je voelt. Oké, en dan is het de zaak dat je degene die achterblijft aanpakt, bij wijze van spreken. Klopt, dus die moet eigenlijk gewoon hun hoofd op de, in het positieve zetten. Hè? Gewoon van positieve dingen denken. Verleden is verleden. Ja. Hè? Het moet weer toekomstgericht zijn. Dus ja. Eigenlijk iets psychisch aanpakken. Dus dat heeft eigenlijk dus niks met paranormaliteit te maken. En nee. Met entiteiten eigenlijk. Dus die entiteit ben je in feite zelf op dat moment. Ja. Of een deel van jou in ieder geval. Ja, en heel vaak zijn wij ook zelf de creatie van, van zomaar paranormale verschijnselen die er niet zijn. Dus wij creëren heel vaak iets zelf. Nou, ik denk dat het zelfs zo is dat je bijna je hele belevingswereld zelf creëert. Met maar steeds jouw gedachtenpatronen aan te passen aan hetgene wat jij verwacht of wilt verwachten. Klopt, ben ik weer helemaal met je eens. Kom jij wel eens, want dat is eigenlijk een tak die we nog niet gehad hebben hier binnen dit fenomeen. Kom jij ook wel eens entiteiten tegen die eigenlijk niet van aardse toestand oorsprong zijn? Of ga jij ervan uit dat alle entiteiten die hier rondhangen van aardse afkomst zijn? Nee, je hebt ook bijvoorbeeld, die hebben wij al enkele keren, zijn we daar die tegengekomen. Dan praat je over poltergeistactiviteiten. Hè? We hebben één keer een poltergeist meegemaakt. Mm-hmm. En die beschouw jij als buitenaards? Ja, daar heb ik gewoon zoiets van, ja, dat is gewoon voor mij iets buitenaards. Dat is onverklaarbaar wat hij in zijn genen heeft, zeg maar. Dat is gewoon deuren gooien. Destijds is er een raam geklapt. Hij laat dingen bewegen, echt van, kijk, de eerste keer toen ik het zag, schoot ik in de lach. Dan dacht ik van, hey, is dit nu trucage? Maar dat was niet. Ja, ik begin gewoon te lachen. Meestal begin ik altijd te lachen. Dan heb ik zoiets van, zit hier een trucje achter? Ik ben daar heel nuchter in, hè? Gewoon heel nuchter. Maar ja, dat was niet. Hetzelfde hebben wij met een man gehad, die echt bezeten was door een demonische energie, echt overal waar hij kwam. Zijn baas vertelde ons van dat hij wel bij hem op kantoor zat en dat hij twee schaduwen had, dat hij stonk en binnen een seconde was het weer weg. Die man, zijn auto startte vanzelf, zijn vriendin zag wel eens van dat hij gewoon gekke dingen deed die niet normaal was. Ze hoorden groengeluiden. Echt, de meest gekke dingen kwamen naar voren bij ons. Wij hadden camera's opgesteld en op een gegeven moment was het statief verplaatst met camera en al. De meest gekke dingen. En dan zie je gewoon helemaal het statief bewegen. En op dat moment zagen we ook echt een stoel verschuiven. Dan hadden we iets hadden van, hoe kan dat? Maar dat is iets wat je niet kunt verklaren. Dat noemen wij dus het buitenaardse eigenlijk. Maar laat ik zeggen, het komt niet vaak voor. Is het dan ook iets wat, krijg je daar zelf dan ook contact mee? En is er, of blijft het voor jou onverklaarbaar? Of krijg je... Heb je ergens het idee wat ze daar komen doen? Kijk, wat dat is niet aards is. Hebben ze hier ook geen verbindingen of geen relaties? Dan zou je je afvragen, wat komen ze dan in godsnaam hier doen? Ja, eigenlijk komen die demonen komen af op angst. Of zijn die ook verdwaald? Ik weet het niet. Ik weet gewoon dat ze de intentie hebben om het doel... Wat ze willen behalen is gewoon het kapot maken
hetgeen wat er is, hè? Van, dus van mensen. Dus ja, ze gaan gewoon mensen helemaal gewoon overspannen, psychisch in de problemen, lichamelijke problemen creëren. Hun doel is gewoon het kapotmaken van dingen. Ja, oké, dat zie je. Dat ga ik nou even niet met elkaar vergelijken, maar van de andere kant wil ik dan toch van jou even weten wat jij daarvan vindt. Kijk, dit soort dingen kom je bij schizofrenie ook tegen. Ja, klopt. En heeft dat ook daarmee te maken, of is dat weer echt een psychische afwijking, of geen afwijking? Want ik ga ervan uit dat de schizofreen eigenlijk geen afwijking heeft. Als ik kijk naar, je hebt borderliners, je hebt schizofrenen, mm-hmm. En vooral schizofrenie, dan kom je toch wel bij mensen die geestelijke problemen hebben. Dus dat heeft niks met het paranormale te maken, dat is gewoon een probleem wat er is. Die mensen zijn gewoon ziek, het is een ziekte, maar ja, je kunt er niks aan doen. Hè? Dus daarom, die mensen moeten in een instelling geholpen worden. Door een psycholoog of psychiater. Hè? Ja, maar. Ja. Oké, okay. Jij zegt dus. Dat komt door een. Dat is een ziekte. Maar. Ontstaat die ziekte dan. Doordat die mensen problemen hebben? Want het zijn meestal mensen die wel ook zware problemen gehad hebben, meestal. Mm-hmm. Maar kan het dan ook niet gewoon zijn. Nee, dat is maar een gok hoor. Maar jij zegt van. Oké, die demonen of die komen af op angst. Kan het niet zo zijn dat zich dit ook ontwikkelt naar aanleiding van hetzelfde fenomeen, dat die mensen eigenlijk hartstikke bang zijn. En meestal bang zijn voor hun tweede ik ook natuurlijk. Ja, het zou misschien kunnen, maar ik denk gewoon wel omdat het gewoon een aandoening is. Hè? Van mensen, van zoiets kunnen mensen ook een psychose krijgen. En ja. Dat ze continu bang zijn natuurlijk. Hè? Ja. Ze worden continu bang gemaakt. Maar die angst bestaat niet. Het is een gecreëerde angst. Die eigenlijk er niet is. Want als mensen in opstand komen daartegen. Mm-hmm. Dan gaat het ook weg. Ja, oké. Dat zie je ook wel eens. Dat als jij gewoon entiteiten rond je hebt. En als je die wegjaagt. Die ook gewoon weggaan. Dus... Ja, maar er zijn ook entiteiten die blijven. Of demonen die blijven. Maar ja, maar hoe sterker jij mentaal zelf bent, hè, mm-hmm. psychisch normaal onderbouwd bent, en je staat gewoon voor jezelf, dan zul je bijna niet tegen die problemen aanlopen. Nee, nou ja, goed, oké. Okay. Nou, dan ben ik eigenlijk wel benieuwd, want rond mij, waar ik altijd woon, of waar ik ook ben of zo, dat waarnemen andere mensen ook wel, dat er altijd entiteiten rond me zijn. En ik merk ze ook al op. Maar ja, mij doet het niks. Als je snapt wat ik bedoel. Dus maar er is hier, nou, soms is hier een drukke boel. En dan, nou, dat accepteer ik. Maar ze zijn ook niet vervelend. Is dat ook iets wat er uit vorige levens achtergebleven is? Of zijn dat wel buitenartsen? Of zijn dat... Want ik vermoed wel eens, en ik heb ook al contact af en toe, maar ja, dat het niet van hier is. Ik denk van dat het te maken heeft met historie, hè? Kijk, een historie kan zijn van, dan doen wij ook onderzoek naar, dat gewoon entiteiten uit een andere tijdslijn, ja. Dat die daar aanwezig zijn. Dus die komen gewoon, die hebben hier hun bestaan gehad. Hè? Ja, of kan het zelfs nog een parallelwereld zijn? Want ik heb zwaar vermoeden dat het ja, gewoon andere dimensies zijn inderdaad, waar je soms zelf in terechtkomt. Ik vind het altijd wel grappig. Dus ik maak me er ook niet bang van. En kan het zijn dat gewoon hier op diezelfde plaats, maar dat het gewoon een andere dimensie zich afspeelt. En dat voor mij de grenzen niet zo scherp zijn, dat ik ze gewoon kan overtreden. Ja, het woord dimensie, dat komt eigenlijk bij ons heel weinig voor, hoor, dat we zoiets hebben van, jij noemt een andere tijdlijn misschien of wat dan ook. Maar dat ik denk. De tijdslijnen door elkaar lopen, dat kan. Ja. Hè, maar dat wij een buitenaards wezen hebben gezien? Nee. Die hebben jullie nog nooit gezien? Nee. Dat is grappig. Ik zie ze regelmatig. Maar ja, goed.
Dat is misschien nog leuk om daar een keer een experiment mee te doen. Dat kan. Nou, wij hebben ze nog nooit gezien. We hebben nog nooit een alien gezien of zo. Dus ik heb ook nog nooit een UFO gezien. Niet? Nee. Oké. Okay. Ja, dat kan je dus beschouwen als een andere belevingswereld. Dat kan ook natuurlijk. Dat, want daar heb ik zelf wel eens een test mee gedaan met mensen die met natuurwezens of natuurentiteiten, hoe je het wil noemen. Daar heb ik een proef mee gedaan met mensen, met een groep mensen het bos in. En ik heb ze geleerd hoe je kan waarnemen natuurwezens. Mensen zien ze het meestal niet, weet je wel, maar dat steekt ervan als je goed oplet. Als je ze dat leert, maar ik heb wel verteld dat ik alleen maar de energieën aanwijs en dat zij voor zichzelf op moeten schrijven wat ze gezien hebben. Ja. Nou, dus aan het eind van de rit, we hadden een stuk of 10 gehad en iedereen had altijd opgeschreven. En je kwam wel overeenkomsten tegen, maar ik denk dat het menselijke hersen zo in elkaar zitten van jij ziet een energie en je interpreteert daar iets in wat in jouw gedachten al zit. Ja. Want ik had dus mensen die dingen op laten schrijven. Ik was met een man of 20, dus dat was best wel een redelijk onderzoek eigenlijk. En het was heel gek, er waren maar een stuk of 3, 4 verschillende dingen die ze gezien hadden. Maar het was wel stevig bij dezelfde personen. De ene zag kabouters, de andere die zag elfjes, weer andere zagen trolletjes en dat soort dingen. Maar dat voor hetzelfde fenomeen, hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat iemand die iets met elfjes heeft, dat hij een elfje ziet. Ja, klopt. En dat iemand die iets met kabouters heeft, die een kabouter ziet. Kijk, mensen, dat is weer met de fantasie, hè? Van hoe benoemen mensen iets? Of ja, hoe vertalen hun dat in hun fantasie natuurlijk? Ja, maar zij zien het ook zo, hè? Ja. Dat zijn dus weer die hersenen die met jou op de loop gaan. Want ik vraag me af. Ik vul het nooit in. Ik zie altijd alleen maar een energie. Oké. Okay. Dus, maar ik kan bijvoorbeeld ook, dat is misschien wel grappig om te zien, ik zie die werkelijk. Als jij bijvoorbeeld een haas zoekt in het land, hazen die zijn bekend door in die voren te gaan liggen, en die zie je dus niet van een afstand. Hè, die springen pas op het laatste moment weg. Maar ik kan jou op 100 meter afstand vertellen waar een haas zit. Gewoon puur omdat ik die energie daar zie zitten. Ja. Dus dat is een. Dan weet ik dat daar iets zit. Maar ja, en omdat het plat in het land ligt, dan definieer ik dat ook weer als een haas. Maar als je dat gaat controleren, blijkt het ook zo te zijn. En dat zie je, dat kan ik bijvoorbeeld bij vissen in het water ook zien die een ander niet ziet. Oké. Dus dat is wel een. Maar dan vraag ik me af, wat is dat dan, weet je wel? Dat is dan. Ik denk dat het ook de intentie is, wat wil je zien? Waar ligt je interesse? Ja, nou ja, kijk. Bij mij is het altijd zo geweest, dat is heel mijn leven al zo, voor mij is het nooit anders geweest. Dus ik dacht ook altijd dat iedereen dat had, zou ik maar zeggen. Ja. Dus dat zijn, ja, ik zie ook heel andere kleuren in landschappen en in, ja, gewoon in de omgeving. Het is meer alles in aura kleuren in feite. Oké. Okay. Dat. Ik weet gewoon dat het heel erg te maken heeft met je belevingswereld. Hè? Hoe beleef je iets? Hoe sta je in het leven? Hoe ben je ontwikkeld natuurlijk? Hè, dat heeft er altijd allemaal invloeden eigenlijk, hoe je dingen ook wilt zien, kunt zien natuurlijk. Hè? Ja, maar ja, dat is wel gewoon, dat is bij mij al echt van heel jongs af aan. Hè? Dat is ik heb daar nooit over nagedacht. Voor mij is dat een fenomeen geweest dat gewoon aanwezig was. Ik ben dat pas op latere leeftijd wat mee gaan doen toen ik in de gaten kreeg dat niemand zag wat ik zag. Oké. Okay. Dus ik vond dat heel normaal, weet je. Ja, dat klopt, dat klopt. Ja. Omdat jij kunt dat, dat had ik dus ook met het begin van mijn leven. Van, ik zag dingen voorbij komen van die andere niet zagen, zeg maar. Nee, precies, maar dat bedoel ik dus. Als jij zo geboren bent en dat het altijd zo geweest is, is dat voor jou niet meer dan de normaalste zaak van de wereld. Dus wat ik in de loop van het programma ook vroeg. Ja, eigenlijk bestaat paranormaliteit voor mij niet, omdat ik het gewoon
ja, gewoon beleef. Ja, jij kunt het al vanaf je geboorte. Ja. Dus voor jou is het gewoon, het is niks bijzonders. Nee, precies. Dus daar heb ik het dan ook altijd wel een beetje, tenminste moeilijk, een beetje moeilijk mee. Als mensen dat zeggen van, god, maar dit en dat. Ja, dan denk ik, ja, ik weet niet beter. Het is gewoon zo. Dus... Ja, gewoonte. Het is gewoon een gewoonte. Maar goed, we hebben de klok van 9 uur toch zo bereikt intussen. Ja. Gert, is er nog iets wat jij nog heel graag kwijt wilt aan de mensen? Ja, mensen hulp willen, dan kunnen ze... Ja, op mijn website www.soladvies.nl kijken. En of ze interesse hebben in het team, ja, dan kun je op www.paranormalsocietyworld.com kijken. Ja, ik dacht dat ik al bij de links op de website bij ons erbij gezet heb. Ik heb trouwens de film van die jij mij gelinkt hebt, die heb ik in ons filmkanaal staan ook. Dus daar kunnen mensen ook gaan kijken als ze willen. En daar staan de desbetreffende links ook in. Oké, dat is helemaal geweldig. Dankjewel, Jeroen. Ja, dus die staat, als je nu naar de website gaat, zie je hem op de voorpagina staan. Dat, zowel de aankondiging van dit programma als de link naar de film. Dus, oké, geweldig. Ja. Nou, dan dank ik jou daar weer heel hartelijk voor deze conclaaf. Ja, graag gedaan. Jij ook van harte. Ja, en als er nieuws is of wat nieuwe dingen, ontwikkelingen en dat soort dingen, dan hoor ik het graag, dan doen we er nog een keertje over. Dat is goed. Op korte termijn zal er een nieuwe documentaire uitkomen, die gaat naar Canada en Amerika. En kom ik graag terug om daar dingen over te vertellen. Oh, dat is leuk, ja. Dan kunnen we die documentaire een keer onder de loep nemen. Ja, zeker. Dat is gewoon een heel graag goed. Heel goed, nou dan dank ik hierbij de luisteraars en jou ook Gert. En ik zal de opname straks naar je toesturen. En die komt vanaf morgen, staat die dus ook op YouTube en op onze website natuurlijk in het archief. Maar die linkt door naar YouTube, dus daar is ook een Finding Voices channel. En ja, die worden gewoon online binnen de website geplaatst ook. Okay. Gert, hartstikke bedankt. En ja, bedankt. Tot ziens. Ja, tot ziens hè. Tot de andere keer. Oké, doeg.